Ja, de terrorismebestrijding in Nederland, die is dus bang voor enorme gedoe met die demonstranten voor de lockdown. Voor die anti-demonstranten, zou ik maar zeggen. En daar zijn ze nou bang voor. En ja, dat blijft maar aan de gang in Nederland. Dat is toch ook ongelooflijk dat maar bezig blijft. En dat we daar steeds maar mee lastiggevallen worden. Want ik ook. Ik krijg ook al die berichten van die mensen. Die sturen mij via mails en via weet ik veel wat. Wat het allemaal bij mij binnenkomt. En die komen mij dan vertellen van ja, maar je hebt dus speciale machten. Die zijn bezig om regeringen te beïnvloeden. En de regering die heeft dit en dit idee om dat te bereiken. En wat denk je ervan dat het gewoon een griep is? Want het is gewoon niet anders dan een griep. En bij griep overlijden ook zoveel mensen per jaar. En hier zijn de statistieken. En ze komen met allemaal informatie van online, komen ze naar je toe met ja, en dan moet je die arts horen en dan moet je hem horen en dan moet je haar horen. En die vertellen allemaal een ander verhaal. Ja, ja, ja. Maar, en ik heb niet zo'n zin om daarmee in discussie te gaan. Nee! Want wat moet je daar nou mee? Met dat geneuzel en dat geleuter en dat gezwets. Want dat is wat er aan de hand is aan Nederland. Want nu hebben we dus met z'n allen die maatregelen afgesproken. En hup, daar gaan we weer. En weer en dit en dat en zus en zo. Jongens, hou nou toch eens op alsjeblieft zeg. En dan moet de terreurbestrijding, die moet bang zijn voor een onderstroom van de anti-lockdown. En dan ben ik gewoon dolblij dat ik dat achter elkaar kon uitspreken. Ja, want zo ingewikkeld is het tegenwoordig. Want ik ben dus ook in discussie geweest met mensen die ik ken. En die gewoon dan heel erg serieus tegen je zeggen. Ja, maar dit gaat nergens over. Ik weet niet waar jij mee bezig bent. En ik begrijp helemaal niet waarom jij al die filmpjes plaatst. En ik snap helemaal niet dat jij dat gelooft wat het kabinet zegt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat soort dingen. Daar kom ik dan ineens, zit ik midden in zo'n belachelijke discussie. En nou is het maar de vraag, moet je die discussie aangaan, ja of nee? En dan denk ik bij mezelf, nee, natuurlijk niet. Laat ze toch het lazers krijgen met al dat complottheorieën en al die ontkenningen en noem het maar op. Krijg het lazers, dat is wat ik denk. Ja, is het iemand die dichtbij je staat? Ja, dan kan je nog misschien overwegen om die te overtuigen en om tegen die persoon te zeggen van nou, denk er nog eens even goed over na. Dat zou je dus kunnen doen, maar niet in discussie gaan met Jan en alle mannen over weet ik veel wat. Het maakt me zo woedend gewoon. Ziekenhuizen lopen vol. Ben je nou helemaal niet goed bij je hoofd? Ik bedoel, de besmettingen lopen volkomen uit de hand. En iedereen zit maar een beetje van, ja maar klopt het allemaal wel en het kabinet dit en dat. Dat hoef je je niet af te vragen. Kijk naar wat er gebeurt om je heen. En dan weet je, Nederland staat in brand. En ga dan niet lopen zeuren en vervelen met al je hersenspinsels. Daar gaat het om. Nou, ik moest het even kwijt. En ik ben het kwijt.